De afgesproken deadline voor de Bordes-scène komt steeds dichterbij, maar het blijft onduidelijk wie welke ministerpost krijgt. Waarom duurt de verdeling zo lang? Ja, Victor, daar hadden we het net ook al een beetje over, maar hoe haalbaar is deze deadline nou? Als het deze week rondkomt met de verdeling van de posten en de poppetjes daarbij, dan is het haalbaar. Want dan kunnen ze volgende week de hoorzittingen in de Tweede Kamer doen. Dat is een nieuw element in de formatie. En daar hebben ze echt wel een week voor nodig. Ja, daar is echt een week voor uitgetrokken, een volle week. Ja. Dan komen alle nieuwe bewindspersonen per departement bij de vaste Kamercommissie langs. En dan worden ze aan een kruisgesprek onderworpen. Ze mogen zichzelf even introduceren. En ieder Kamerlid van die commissie mag één en in de tweede fase nog een tweede vraag stellen. Okay. Maar daar is dus een week voor nodig, want het zijn toch 25 tot 30 personen van wie we nu uit kunnen gaan. Nou, is de Tweede Kamer wel even druk mee. En dan daarna sta je pas op het bordes, want je moet wel even die fase in de Tweede Kamer overleven. Ja. Dus als je deze week er niet uitkomt met die verdeling, dan wordt het een heel moeilijk verhaal om die deadline van 26 juni te halen. Ja, en waarom is die deadline er van 26 juni? Waarom is die 26 juni zo belangrijk? Nou, allereerst, de Tweede Kamer gaat op den duur gewoon met reces. En dat doen ze in de tweede week van juli, dan begint het echt. Maar daarvoor is er nog een top in Brussel. En wat is er nou fijner voor Dick Schoof, de nieuwe premier, of de kandidaat-premier, zoals we hem nog moeten noemen, om zich daar te kunnen introduceren. Ja. Je ontmoet meteen al je collega's met wie je hoopt de komende jaren natuurlijk samen te gaan werken. Nou, dan is het fijn als je meteen kan aanhaken. Het is bovendien een belangrijke top, want de verkiezingen, de Europese verkiezingen, zijn natuurlijk net geweest. De kaarten moeten opnieuw geschud worden. En daarnaast wil de ministersploeg ook graag aan de slag in de zomervakantie. Als je nu minister wordt, heb je geen echt tijd voor vakantie. Want je moet aan het werk voor Prinsjesdag. Ja. Dat staat in september natuurlijk weer op de rol. Dat staat alweer en dan voor de wil deur. Je beleid klaarmaken, zodat je echt wat te doen hebt. Ja, dus die deadline is eigenlijk wel heel belangrijk. Die moeten ze eigenlijk echt wel halen. Ze hebben misschien, want zoals vaker deze formatie blijken deadlines wat vloeibaar te zijn, niet keihard. Ze hebben een weekje, max twee aan uitloop. Maar dan wordt het anders echt heel moeilijk. En waarom verloopt het dan zo stroef? Waarom hebben we nu nog niet concrete namen en posten gevuld? Dat komt door een aantal zaken. Allereerst zijn de verhoudingen tussen deze partijen iets complexer dan normaal gesproken. Bijvoorbeeld NSC is een nieuwe partij en die hebben dus geen zetels in de Eerste Kamer. Terwijl in andere formaties dan zijn de partijen zowel in de Tweede als Eerste Kamer vertegenwoordigd. En nou wil het zo zijn dat BBB de grote winnaar was van de Provinciale Statenverkiezingen vorig jaar in maart 2023. En dat ze dus zeggen, ja, wij zijn daar zo groot in de Eerste Kamer dat we wat extra posten zouden moeten krijgen. Daarnaast is er nog de eis van mensen van buitenaf aantrekken. Ja. Dat is toch iets ingewikkelder. Al 50% die partijen van de ministers moet van buiten komen. Ja, dat is de wens. Al die partijen hebben natuurlijk echt wel intern hun namenlijstjes klaar liggen. Maar het is iets ingewikkelder als je een partij, of iets makkelijker als je gewoon een partijgenoot belt en zegt, joh, hou er rekening mee, wie weet kan het gebeuren. Ja. Dan als je iemand die nu misschien hoogleraar is of in het bedrijfsleven werkt, als je die moet polsen. Want we weten wel van vorige formaties dat het ook nog wel eens last minute toch kan veranderen. Ja. Dat je een bepaalde post waar je als partij op rekent toch net misloopt. Of dat je opeens iets anders in je maag krijgt. En zou het wel kunnen zijn dat die mensen van buitenaf ook zoiets hebben van, nou, ik weet het, ik durf het niet aan, hoor, dit kabinet? Iedereen kan daarin zijn eigen afweging maken. Het is wel zo dat de naam Dick Schoof, dat zeggen veel mensen in Den Haag, die geeft wel vertrouwen. Dat is een fijne, prettige keus als premier. Dus dat zou hopelijk de zoektocht naar bewindspersonen wel makkelijker Wat maken. Zijn nou de belangrijkste ministersposten die als eerste moeten worden verdeeld? Eigenlijk zie je dan meteen dat dan komt de vierhoek kijken, zo heet hij in Den Haag. Ja. Dat gaat om de financieel zware posten. Dus allereerst de premier natuurlijk, daarnaast de minister van Financiën, de minister van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken. Nou wil het alleen zo zijn, dat is nog een lastig factor deze formatie, dat de premier is er namens alle vier de partijen. Dus Geert Wilders zegt eigenlijk, meestal is het, de grootste partij levert ook de premier aan. Zie Mark Rutte. En dan ben je als partij meteen vertegenwoordigd in die vierhoek, waar gewoon ontzettend veel miljarden van de rijksbegroting in omgaan. Kan je al namen noemen? Heb je al namen in de wandelgangen gehoord? Er komen heel veel namen voorbij, maar zoals we weten van vorige formatie, het kan nog wel eens last minute anders lopen. Dus dat spelletje, dat hoeft niet zo. Nee, goed. Dankjewel voor nu in ieder geval, Victor. Straks heb ik